Na Tottenham Hotspur van afgelopen woensdag neemt PSV het zaterdag in de Eredivisie op tegen de hekkensluiter FC Groningen. Maar het is een vergelijkbare situatie als tegen NAC in Breda, die in een vergelijkbare situatie zitten, waar het moeilijk is. En dat zag je ook bij NAC, dat zij 2-0 verliezen, maar het publiek staat op de banken. En daar heb ik het vaak over, dat je dat elke keer op moet brengen. Het maakt niet uit tegen wie je speelt. En die discussie hebben we vaker hier. Van Bommel waakt dus voor onderschatting. Waar het bij PSV allemaal voor de wind gaat in de competitie, gaat het bij Groningen daarentegen helemaal niet goed. Ja, dat is een lastige situatie als je onderin speelt en het gaat niet zoals je wil. Zij spelen thuis en zij kunnen in zo'n wedstrijd weer hoop putten en het weer proberen om te draaien. En de coach van PSV heeft het misschien niet aan het verkeerde eind. Want de afgelopen 4 wedstrijden tegen Groningen wisten de Eindhovenaren niet te winnen. Dat zie je heel vaak, dat clubs moeite hebben tegen bepaalde clubs. Of dat nou in bepaalde stadions is. Kijk, een aantal clubs hebben van stadion gewisseld. Maar dat kan wel zo zijn. En ik weet niet exact de statistieken van Groningen. Ik heb er altijd wel redelijke resultaten gehaald. Met 1 uitschieter van 2003, als ik het goed heb, waar we Harry Verraaien de schaal gegeven hebben met een fantastische 0-0. Bijna Rotterdam, best hè. De wedstrijd wordt zaterdagavond in het Hoge Noorden om 19:15 gespeeld. Of aanvaller Steven Bergwijn er weer bij is, blijft onzeker. Hij is nog geblesseerd.